Met je eigen Coolblue laadpaal is je auto altijd volgeladen en kun je tot wel 600 euro besparen met een eigen laadpaal ten opzichte van een openbare laadpaal. Maar voordat je een eigen laadpaal aanvraagt, zijn er een aantal dingen waar je alvast rekening mee kunt houden. In deze video vertel ik je er meer over. Een eigen laadpaal is echt alleen van jou. Ja, natuurlijk mogen je vrienden, je buren, je familie ook gebruik maken van de laadpaal. Maar hij is wel echt alleen van jou. Dit betekent dat de plek waar de laadpaal komt te staan ook van jou moet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je eigen grond, je eigen oprit of je eigen garage. Je moet dus eigenaar zijn van het stuk grond waar de laadpaal komt te staan, waar je meterkasten staan en het stuk tussen de laadpaal en de meterkast voor de bekabeling. Parkeer je je auto op een gemeenschappelijke parkeerplaats of een parkeergarage met VVE, denk hierbij bijvoorbeeld aan een appartement met een garage, dan heb je hiervoor wel eens toestemming nodig van de VVE. Deze toestemming heb je dan wel nodig voordat je online een aanvraag doet voor een laadpaal. Hou daar dus even zeker rekening mee. Parkeer je je auto op een publieke parkeerplaats, dan kunnen we geen laadpaal plaatsen. Maar kun je wel bij je gemeente vragen of er een openbare laadpaal geplaatst kan worden. Verder plaatsen we overal in het land laadpalen, behalve op de Waddeneilanden. Naast de locatie van de laadpaal is ook de meterkast erg belangrijk en dan vooral de hoeveelheid fases. Als je een plug-in hybride auto rijdt die meestal ongeveer een accu heeft van 3,7 kWh, dan heb je met een 1 fase meterkast al voldoende. Maar rijd je volledig elektrisch, dan raden we je aan om je meterkast te verzwaren naar 3 fases, als je dat dan al niet hebt. Als je niet weet of jouw meterkast een 1 fase of een 3 fase aansluiting heeft, kun je hiervoor altijd contact opnemen met je netbeheerder. Daar kan je dan ook terecht als je op dit moment een 1 fase meterkast hebt en je deze wilt verzwaren naar een 3 fase aansluiting. En als alles dan uiteindelijk klopt en je hebt een offerte opgevraagd, dan kun je al heel gauw genieten van je eigen laadpaal. Voor nu wil ik je hartelijk bedanken en ik zie je heel graag weer in de volgende video. Doei!